NEC staat voor een druk en belangrijk paasweekend. Maandagmiddag, tweede paasdag om 14:30, speelt NEC in de Goffert tegen Telstar. Maar vrijdagavond staat eerst de uitwedstrijd tegen Eindhoven op het programma. Twee keer een gelijkspel, is dat twee keer niet gewonnen of twee keer niet verloren? Tot we 6 keer ongeslagen zijn. Tot de elftal goed staat. Tot de jongens, tot we die laatste periode ingaan met een hele groep, met een fitte groep. Mo die terugkomt, die de eerste minuut heeft gemaakt. Met Arnoud en Ferdi weer compleet zijn. Tot de groep vrij in het hoofd is. En tot we verbeterd zijn om iets te gaan neerzetten met z'n allen. Zoals gezegd, een drukke tijd. Past de trainer dingen aan of blijft alles zoals het was? Het is natuurlijk prettig dat de groep op elkaar ingespeeld is. Dat iedereen precies weet waar we heen gaan. Dan heb je ook niet heel veel training meer nodig. Dan is het vooral in de details, in de nuances wat aangeven. That's it. Kadioglu en Groeneveld waren in topvorm. Een fijn gevoel dus dat die weer terug zijn. Ja, het zit in een goede fase. Ik denk dat veel spelers in een goede fase zitten, eerlijk gezegd. Het geeft ons opties. Het zijn twee spelers die natuurlijk met hun individuele kwaliteit en creativiteit heel makkelijk tussendoor kunnen spelen, laatste paas kunnen spelen en goed bewegen, altijd op zoek zijn naar de goal, die rendement willen. Dat is heel prettig dat je dat kunt toevoegen op datgene wat we tegen de Graafschap tweede helft hebben gedaan. Ja. Eindhoven mist de topscorer. Ik denk dat wij tegen welke ploeg er ook voor ons komt staan, met welke spelers ook, op dit moment, dat we iedereen problemen kunnen geven. Zolang de houding is wat we vragen en wat de spelers en de energie van de spelers en hoe de groep erin zit, dan kunnen wij heel veel ploegen daadwerkelijk problemen geven. Ja. En NEC blijft maar bovenaan staan. Neemt de druk toe? Ja, dat is het leuke en het mooie en het goede van deze club is dat we al het hele seizoen daarmee omgaan. Dus wij zullen sterker zijn in de laatste fase, omdat we dat elke week moeten doen. En die andere ploegen gaan nu... Kijk, jonge Ajax, die jongens die hebben natuurlijk heel het seizoen... de afgelopen jaren als jeugdspeler, als je daar door komt, speel je altijd voor het kampioenschap. Dus die ploegen die kunnen lekker spelen. Hè? Die hebben niks te verliezen. Hè? En zo zijn er nog een aantal ploegen onder ons die precies hetzelfde hebben. En wij willen... ik vind dat wel prettig, eerlijk gezegd. Vrijdagavond om 8:00 in het Jan Lauwers Stadion in Eindhoven. De plaatselijke FC tegen NEC.